Eindhoven, welk cijfer geef je je jeugd? Waar ben je het meest bang voor in de ring? En is je vriendin niet te knap voor jou? Allemaal vragen die kickbokser Rico Verhoeven op zich afgevuurd kreeg tijdens het SBS6-programma Savet by the Bell. De kickbokser uit Bergen op Zoom stond dinsdagavond voor een klas met 33 kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud. Zij mochten hem alles vragen. Maar dan ook echt alles. Was je vroeger populair of werd je gepest? Was een van de eerste vragen. Ik heb niet echt gepest, maar ik heb wel geplaagd, antwoordde Verhoeven. Maar daar heb ik spijt van. Dat is namelijk helemaal niet leuk. In elke aflevering van Savet by the Bell zijn twee bekende Nederlanders te zien die vragen van basisschoolleerlingen beantwoorden en opdrachten met ze doen. Verhoeven is wel getraind in het beantwoorden van vragen, maar dit waren toch andere vragen dan dat hij gewend was. De kinderen mochten voordat de les met Verhoeven begon met elkaar brainstormen over welke vragen ze hem gingen stellen. Ik wil hem echt niet op straat tegenkomen en hij doet toch ook dingen met televisie en zo. Klonk het. Jenna kende Rico al. De kickbokser wist niet wat hij kon verwachten. Eenmaal in de klas kreeg hij grappige, maar ook serieuze vragen. Hoe was het om je moeder aan de alcohol en de drugs te zien? Vroeg de 10-jarige Jenna uit Zevenbergen. Daar schrok Verhoeven wel even van, maar hij antwoordde met, het was zwaar, maar uiteindelijk probeer ik het wel positief te zien. Ik wilde het anders doen en hard werken om succesvol te worden in wat ik wilde doen. Jenna had de vraag helemaal zelf bedacht. Ik vond het wel spannend om vragen te stellen, maar ik vond het ook heel erg leuk, zei ze na de uitzending. En ik kende Rico al, want ik zat op dezelfde sportschool in Zevenbergen waar hij sportte. De moeder van Jenna legt uit dat Jenna ook kickbokste toen ze 5 jaar oud was en Verhoeven daar wel eens zag. Maar helaas herkende hij haar niet meer tijdens de opnames, zegt ze. Jenna is een echte praatjesmaker, gaat de trotse moeder verder. De juffrouw zei altijd al tegen Jenna dat ze actrice moest worden, of juffrouw. Ze is echt voor dit programma gemaakt. Ze is het beide handje van de klas en als iemand niet luistert bemoeit ze zich er gelijk mee. Stare down met Verhoeven. De 7-jarige Sepp uit Raamsdonksveer was ook niet op zijn mondje gevallen in de klas bij Verhoeven. Hij mag dan wel de jongste zijn uit de klas, maar hij daagde Verhoeven wel uit voor een stare down. Dat is het moment voor de wedstrijd waar de boksers elkaar aanstaren om elkaar als het ware psychologisch klein te krijgen.
Verhoeven zei daarna ook nog eens dat Sepp de starwedstrijd had gewonnen. De moeder van Sepp vertelde na de uitzending dat Sepp een enorme fan is van Verhoeven. Het is een klein mannetje en Verhoeven is natuurlijk hartstikke groot. Maar toen ze tegenover elkaar stonden, was Sepp niet bang. Dit programma is echt iets voor Sepp, gaat ze verder. Mensen waren niet verbaasd dat hij mee mocht doen. Het is een kind die het leuk vindt om aandacht te krijgen. Ik ben super trots.